Meester Jaap schept op. Uh, vanmiddag komt mijn vrouw Evelien op school met onze baby, zegt Meester Jaap. De hele groep juicht. Meester Jaap heeft al veel verteld over zijn dochtertje Femke, maar nu zullen ze haar eindelijk zien. Mees, vraagt Johan, kan ze al praten? Meester Jaap schiet in de lach. Nee, natuurlijk niet. Femke is pas zes weken oud. Ja, maar laat zei je dat ze al praten kon. Nou, ik zei dat ze al geluidjes maakte en dat het al net is alsof ze praat. Oma, maar, maar ze kon ook al een beetje lopen, roept Marjolein. Nou, nou, oh, oh, antwoordt de meester. En jij zei ook dat ze de hele dag lacht, zegt Zohaila. Meester Jaap kucht even. Nou, de hele dag is een beetje overdreven hoor. Nee, heb hebt het echt gezegd, roept Steffi. Meester Jaap plukt aan zijn baardje. Ja, ik heb geloof ik een klein beetje te veel opgeschept over Femke. Ze kan eigenlijk nog niet zoveel. Nou ja, ze zegt wel re re en dan lacht ze al een beetje. Maar wat ze wel kan, is heel goed dingen vastpakken. Die houdt ze dan zo stevig vast dat je ze bijna niet meer loskrijgt. Femke is, is echt hartstikke sterk en ze kan al bijna papa zeggen en. De hele groep zit te gniffelen. Ja, maar wat is er nou? vraagt meester Jaap. Je doet het weer, zegt Joris. Wat? Opscheppen? Meester Jaap slaat met zijn vlakke hand tegen zijn voorhoofd en zegt: Ach, oh, wat ben ik toch een. een, een... Een trotse vader. Als ze die middag in de kring gaan zitten, schreeuwt iedereen door elkaar. Maar als Evelien, de vrouw van Meester Jaap, binnenkomt met een slapende femke op haar arm, wordt het meteen stil. Evelien en Femke komen ook in de kring zitten. Meester Jaap gaat achter zijn vrouw staan en vraagt: Vinden jullie Femke niet mooi? Ja, antwoordt Joris. Gelukkig lijkt ze op haar moeder. Evelien schiet in de lach en zegt, jawel, maar ze heeft wel de mooie blauwe ogen van haar vader. Meester Jaap die zet even zijn bril af en knippert een paar keer zo met zijn ogen. Bert steekt zijn vinger op. Mevrouw Jaap. De klas lacht en Evelien zegt, zeg maar Evelien hoor. Nou Evelien... Onze meester zegt dat Femke heel sterk is. De vrouw van de meester begint weer te lachen. Ik hoor het dan. Jaap heeft flink opgeschept. Meester Jaap, die nog steeds achter haar stoel staat, schudt heftig van: Nee. Maar de hele klas roept: Ja. Maar mama, ze kan al echt best veel hoor, zegt meester Jaap. En weet je wat ze het allerbeste kan? Nou, roept Ibrahim. Meester Jaap steekt zijn vinger in de lucht en fluistert: Jullie moeten eens flink door je neus ademen, dan merk je het vanzelf. De meeste kinderen doen wat meester Jaap zegt en dan ruiken ze het. Femke heeft in haar broek gepoept. Gadver, roept Johan, maar eigenlijk valt het best mee. Meester Jaap legt Femke midden in de kring op de grond. Ik zal jullie eens laten zien wat ik kan, zegt hij. En hij doet zijn dochtertje een schone luier aan. Als Meester Jaap klaar is, begint de hele groep te klappen. Femke schrikt en begint te huilen. Het wordt meteen stil. Femke kijkt verbaasd om zich heen en lacht dan ineens heel erg lief. Zie je wel? roept Meester Jaap en hij straalt helemaal.